kan niet. Dit is niet mogelijk. Microsoft stopt met Paint. Wow! Hoe kan je dit doen? Dat programma was mijn jeugd. En ze stoppen ermee. Dit gaat te ver. Dit gaat te ver. Dat betekent gewoon dat over een paar jaar wij geen Paint meer kunnen gebruiken. Microsoft stopt ondersteuning traditionele versie tekenprogramma Paint. Maar waarom Microsoft? Waarom? Microsoft trekt stekker uit Paint. Oh, dit doet echt pijn. Oh, dit is echt pijnlijk. Microsoft wil stoppen met bekend tekenprogramma. Het bestaat al sinds 1985. En dan is het nu in één keer weg. Of nou, eigenlijk is het niet helemaal weg, want ze update het gewoon alleen niet meer. Maar het is ongeveer hetzelfde. Ah! Wel, lang het nu dus nog kan, gaan wij vandaag eens even lekker genieten. En een lekker potty painten. Ah! Ik heb jullie weer op mijn Discord-server gevraagd om mij wat suggesties te sturen. Van welke YouTuber ik moet gaan natekenen in Paint. En we hebben hier de eerste reactie van Senna met Don. Wel, dat is een hele sexy foto van Don. En ik denk dat dat zeer zeker wel goed... Dat gaat goed komen. Oké, we hebben hier de foto van Don. Laten we eens even kijken. We hebben als eerste een huidskleurtje nodig. Oké, en dan beginnen we met zijn hoofd. Oké, dat is deze vorm zo. Hoppakee. Ja, met Don zijn kin staat hij niet op, dus nu moet ik improviseren. Dat is kut. En dan heb je hier zo zijn haarlijn. Zo, bloep, woep. Oh, ja, oh, dit wordt echt prachtig. En dan zo, bam. Perfect. Oké, dit is de vorm van zijn hoofd. Dit ook helemaal ingekleurd worden. Jezus, wat een werk is het allemaal. Dit lijkt heel erg op Don, vind je niet? Ik, net een tweeling. God dang it, dit ziet er zo fucking retarded uit. Oké, maar ik heb ook even op Twitter gevraagd of mensen konden raden wie dit is. En zo te zien zijn er best wel veel reacties met Don. Hey, mensen herkennen het. Het is een echt kunstwerk. Nice. Laten we dan de volgende doen. En deze is van Daniela PM. En die heeft een suggestie gedaan met deze foto van Jeremy. En ik denk dat wij daar wel een mooi kunstwerk van kunnen maken hoor. Oké, we gaan alleen het hoofd pakken. En dat wordt fabulous. Oké, we hebben nu zijn hoofd. Nu hebben we nog zijn mooie haar nodig. Dat is een beetje bruinachtig. Kan ik ook een dikkere streep dan dit? Is letterlijk dit het hoogste? Are you fucking kidding me? Ah. Oh, damn. Ik zeg je eerlijk. Dit haar lijkt nog best wel goed ook. Damn, als dat haar geen twee druppels water is, dan weet ik het ook niet meer. Oké, laten we eens een brilletje hier gaan maken. Zo. Oh, yeah. Kijk deze sexy bril. Oh, zo mooi. Looking good, Jeremiah. Oké, dan weer zijn neus ook nog nodig. Jezus, zoveel verschillende kleuren in dit kunstwerk. Ik voel me nou al een echte kunstenaar. Oké, dan moeten we ook zijn mond hier zo maken. Jeremy heeft hier een beetje zo smal, net als de Joker. Oké, en hier komen zijn tanden dan zo netjes in. Ah, oh, yeah. Kijk hem lachen, hij is zo happy. Oké, en dan maken we hier nog een beetje zo... Een beetje contouren of zo. Of hoe de fuck je dat ook noemt. Want hij heeft hier een soort van baardje. En hier heeft hij ook zo'n gek snorretje zo. Damn. Nu ziet hij er echt sexy as fuck uit. Oh, nee, wacht. Ik mis nog die moedervlek hier. Zo. Boom. Nu is die af. Laten we weer eens even kijken op Twitter of mensen Jeremy hierin in herkennen. Oké, we hebben hier weer wat reacties. En eens even kijken. Iemand denkt Enzo? Jij? Wat? Nee. Jammer jezus, het lijkt niet eens op Jer. Maar ze zegt wel dat het Jer is, dus oh! Ze wist dat het Jer is. Jeremiah, Jer, Jeremy, jammer jezus. Jezus heeft hier niks mee te maken. Oké, hier heb ik een hele mooie onderkinfoto van Ronald. En dat moet wel lukken om te maken. Oh jezus, ik zie hem nu in het groot en... Ronald, haal die onderkin weg. Het lijkt net alsof er een kakje op Ronald's hoofd zit. Dang it. Oké, maar hoe de fuck gaan wij deze onderkin maken? Hij begint hier zo en dan en stopt hier ongeveer. Gooien we hier nog zo'n eentje bij, zo'n gek streepje. Dan heeft hij hier nog een wat dunnere zo. En dan heeft hij allemaal toppeltjes, zeg maar, zitten. Oké, dat is zijn mond.
heel prachtig. Oh jezus, en ook nog eens die neus. Wel, dan hebben we hier zijn neus. En dan moeten we eigenlijk alleen nog zijn ogen doen. Tada! Ronald! Beste... Kijk. Waarom doe ik dit überhaupt? Ik haal Ronald hier compleet niet uit. Maar ik ga weer eens even op Twitter kijken of mensen wel Ronald hierin kunnen zien. Ronald zonder kin. Deze is een goed geluk. Wait, what? Really? Rondeponnetje. Roland. Wie is Ronald nou weer? Wel, blijkbaar heb ik toch iets goeds gedaan, want jullie raden blijkbaar wel dat het Ronald is. En de volgende is van Kate-Link en die heeft een fotootje van Coco. Dus laten wij eens even Coco natekenen. Zo, deze was lastig, maar ik denk dat het misgelukt. Ik denk dat dit het meest mooie, meest prachtige kunstwerk is dat ik ooit heb gemaakt. Coco, beste dames en heren. Hij is best goed gelukt, right? Ik ben wel een beetje heel erg te ver gegaan met de details. Maar ik denk dat hij er best wel op lijkt. Ik vind hem prachtig. Ook heb ik natuurlijk eventjes op Twitter gevraagd of jullie dit mooie kunstwerk kunnen herkennen. En zo te zien hebben heel veel van jullie het goed. Dus ik heb weer een... goede daad verricht. Dan heb ik hier nog een suggestie van Dane Boef. En dat is een foto van mezelf. En ik denk dat wij deze foto wel in een heel mooi stuk... Mooi stukje kunstwerk kunnen veranderen. We beginnen natuurlijk met het mooie groene pakkie. Zo, ik denk dat dit wel een mooi goed begin is. En dan moeten we het moeilijkste. En dat is mijn hoofd. Maar let's go! Dat is toch echt pure kunst. Ik vind hem echt prachtig. Dit is geweldig. Vind je dit nou ook geweldig? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Oké, laten we er dan nog eentje doen. En dat is de suggestie van Jolgel met PewDiePie. Wel, hier ga ik even goed voor zitten. Want net als mijn vorige creatie, moet ik hiervoor weer even de tijd nemen. Ik moet weer even rustig mijzelf worden. Ik moet in mijn innerlijke sfeer en zen en al dat soort meuks. Zijn jullie er klaar voor? Ben jij er klaar voor? Let's go! Wat? Waarom is mijn vorige kunstwerk in één keer hier? What the fuck? Of wacht, ik heb net PewDiePie nagetekend en er is dit uitgekomen. Nee! Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer. Dankjewel. Doei.